Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op woensdag 26 september. Op de satellietfoto zien we veel wolkenvelden, hoge bewolking, waar de zon het afhankelijk nog wat moeilijk mee heeft. Vanochtend dus ook een wat bewolkt weerbeeld, met temperaturen tussen de 8 en de 11 graden. Maar naarmate de zon hoger aan de hemel komt te staan, is die ook sterker en kan die beter door die bewolking heen gaan schijnen. Vanmiddag worden dan ook zo'n 18 of 19 graden bij een matige zuidwestenwind. In het noorden kan de wind af en toe vrij krachtig of krachtig zijn. Vanavond zijn er brede opklaringen. De temperatuur ligt rond de 14 graden als de zon ondergaat. En de wind die zwakt wat af. En dan wordt het morgen een stralende dag. Er is veel zon, weinig bewolking. En smiddags wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Mogelijk dat het in Limburg nog net iets warmer wordt. Er waait morgen een matige zuidwestenwind. Vanaf vrijdag is het gedaan met het warme weer, want de wind draait naar het noorden. Er is meer bewolking en de maximumtemperatuur ligt rond de 15 graden. Ook in het weekeinde wolkenvelden, soms zon en maxima rond de 15 graden. Het blijft wel overal droog. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.